Goedemorgen allemaal. Ja, om in de kerstsfeer te komen heb ik vast weer even mijn rode baret opgedaan. Ik wil namelijk vandaag met jullie kerstkrantjes gaan tekenen. Weet je wel, van die koekjes. Tekenen jullie weer mee? Ja, vandaag kerstkrantjes. Ja, hoe teken je die dan? Nou, laten we eens gewoon zo een soort bloemetje tekenen, maar dan wat groter. In het midden een gat. Zo'n kerstkrantje heeft een gat in het midden. En dan gaan we hier een beetje dat relief tekenen. Zo'n koekje heeft natuurlijk een bepaalde dikte. Zo, en op dat koekje zitten dan of stukjes suiker of nootjes. Het is maar net wat je lekker vindt. Ik vind dan met die suiker wel lekker. Ja, amandelschaafsel is ook lekker erop. Nou ja, zo'n kerstkoekje kan je ook glazuur op doen. En je kan hem van alles en nog wat versieren, zo'n kerstkrantje. Nou, ik vind dat er al erg lekker uitzien, zo. Zo'n krantje met schaafsel, dat kunnen we ook even tekenen. Teken hier gewoon eentje erbij. Ja, hoe meer koekjes, hoe lekkerder. Zo, en dan zijn het gewoon die flintertjes zo. Ook hier weer de diepte van het koekje. Deze is iets platter, zie je wel. Ja, ik vind deze wat duidelijker met die van de amandelschaafsel is toch wat lastiger zo dat weer te geven. Maar goed, ik krijg er bijna wat trek in. Nou ja, je hebt natuurlijk ook chocolade kerstkrantjes, hè. Ja, hoe zien die er dan uit? Poeh, even kijken of we daar even snel wat kunnen van vinden. Ja, we hebben natuurlijk ook nog kerstkrantjes voor in de boom. En dat kan natuurlijk ook, die kunnen ook leuk versierd zijn, hè? Dat zijn natuurlijk ook een soort grote bloemetjes, zo. Ook een gat in het midden. En ja, die kun je versieren natuurlijk met gewoon kleine stippeltjes, zo. En vaak is dit natuurlijk wat ronder. Dus misschien moeten we het even opnieuw tekenen. Soms zijn ze ook helemaal, hebben ze bijna geen vorm. Alleen zo, wat gat in het midden. En dan zitten er allemaal kleine spiegeltjes op. Of ze zijn, er zit chocola overheen. Dus dan kan je zo tekenen. Zo. Hup, die zijn dan gestreept. Nou, deze ziet er wel lekker uit, een chocolade kerstkrantje met streepjes erop. Je hebt er ook nog helemaal met spikkeltjes. Hoe tekenen we dat dan? Die moeten we dan helemaal volzetten met spikkeltjes. Dat kan natuurlijk wel, maar dan zijn we ook wel weer even bezig. En dan duurt zo'n filmpje erg lang natuurlijk. Kan ik dat wel vrij snel hoor. Maar... ja, je bent wel even bezig natuurlijk zo'n krantje vol stippeltjes, korreltjes te zetten.
Nou, misschien is het zo wel goed. Ja, zie je, dan krijg je ook een beetje licht en donker effect. Ja, dan heb je ook nog even kijken of we dat een beetje kunnen tekenen zo. Dat zijn die schuimpjes, kerstkrantjes. En de vorm van een schuimpje. Dat vind ik weer wat lastiger zo. Maar goed. Maar heeft dit niet helemaal zo? Nee, dat is misschien niet helemaal een goed voorbeeld. Zo'n hoe heet dat nou? Nou goed, in ieder geval, je hebt van die schuimpjes, kerstkrantjes. Ja, dat is misschien nog wel meer zo dan. Zo dan van die punten zo, zeg maar. Is het ook niet helemaal, volgens mij. Dan zie je al niet meer dat het een krantje is. Goed, ik zou zeggen inderdaad, ga zelf aan de gang met kerstkrantjes. En dan zie ik u morgen in de volgende video. Tot morgen!